Het is maandag, het is tijd voor Slipstream en natuurlijk kijken we vooruit naar de 50ste Grand Prix van Amerika. De 50ste, Kees. Kun je bijna niet voorstellen hè, dat ze er al zoveel gehad hebben. Het is overigens de 42ste die meetelt voor het wereldkampioenschap. Dus er zijn 8 Grand Prix van Amerika's geweest voor 1950, maar 50, toch wel gaaf. Ja, en zeker als je het getal 50 noemt en daarvan zijn er toch eigenlijk maar een paar, tenminste qua sport, legendarisch geworden. Want Amerika stond niet zo te springen om een Formule 1 race. Nee. En dan is 50 heel wat en waarschijnlijk ga je daar later nog over spreken. Maar willen ze er nog meer rijden? Ja, absoluut. En dat wordt wel heel interessant. Ja, nou 50 is sowieso een mooi getal deze dagen. Al denk ik alleen maar aan onze eigen eindredacteur. Maar dat even terzijde. Ja. Kees, gaan de alarmbellen af bij Red Bull? Nou, niet meer dan bij Mercedes. Ze hebben alle twee toch wel een aantal vraagtekens die ze moeten gaan invullen. Want de voorsprong die Red Bull leek te hebben qua chassis is... schijnt in ieder geval, hè, want we weten niet of het zeker is door de omstandigheden. Nee, we hebben natuurlijk veel regen gehad en alles. Maar schijnt toch eigenlijk omgedraaid te zijn, waarbij het Mercedes chassis beter lijkt te zijn. Maar waarbij de andere kant Mercedes toch weer meer motorenproblemen heeft. Dus ik denk dat weliswaar op een ander vlak, maar dat bij beide de alarmbellen of de nervositeit toeneemt. Ja, dat is toch wel apart, want we hebben het net over mensen die zich niet helemaal goed voelen en dan dat we daar dan maanden later achter komen. We komen er ook maanden later achter dat Adrian Newey van zijn fiets gevallen is en dat hij gewoon een tijdje uit de running geweest is. En dat dat dan misschien toch wel daarmee te maken heeft, Kees. Ja, dat geloof ik niet, want dat zou wel heel bizar zijn. Dat zou ook heel... Aan de andere kant, als je gewoon... Ik zat te kijken naar de tijden Alfa Tauri en Red Bull in Turkije. Dat gat was 2/10 tussen Verstappen en Gasly. En dat is normaal gesproken wel meer, oké. Dus dat Mercedes sneller was, dat geloof ik wel. Maar dat ze bij Red Bull daar ook een probleem hebben, dat geloof ik ook wel. Ja, maar ik geloof niet... Want dan degradeer je of devalueer je ook al die andere mensen... Het team is niet meer uit de tijd van Colin Chapman en Lotus dat één man zo bepalend was. Ik denk dat in sommige gevallen ook te veel eer naar één persoon gaat. Dat is niet zo. Het is teamwerk. En dan zou ik hetzelfde kunnen zeggen. Heb ik overigens ook een tijdje terug gezegd dat Mercedes misschien voelt het feit dat een aantal motorenmensen vertrokken zijn. Maar ik geloof niet zozeer daarin. Ik denk dat... dat men een beetje de weg kwijt is. Waarom? En dat geeft ook aan het verschil tussen Alfa Tauri en Red Bull. En het ziet er naar uit dat vooral wanneer er, laat ik zeggen, meer neerwaartse druk aan de achterkant van de auto verlangd wordt, dan dat ze dan problemen hebben met onderstuur om de juiste balans te vinden. Maar omdat aan één man, kijk, dat is wel de leider van het team, maar toch vooral in het ontwerpen en niet zozeer in de setup of tijdens het racen. En dus het kan invloed zijn, maar ik geloof niet dat dat die grote invloed is. Maar we gaan het zien. Voor hetzelfde geld. Ik weet niet of die terugkomt. Daar was in Turkije voor het eerst weer bij, geloof ik. Nou ja, maar daar zag je ook dat ze niet mee konden komen qua auto. Nee, maar dat was op vrijdag nog erger dan op zaterdag. Ja, oké. Maar we gaan het zien in wat er gebeurt in Amerika. Ja, maar dan. Maar als Mercedes... als hij de oplossing is, zou ik wel salarisverhoging vragen, Kees. Ja, nou ja, ja, ja. Een enorme verslagenverhoging. Ja, maar in ieder geval denk ik, want de vraag was die alarmbellen, ik denk dat die bij beide. En wat dan interessant is, is dat die rijders, of de twee kandidaten, dat ook wel merken. Want ze hebben alle twee al gemeld dat de wereld niet vergaat als ze geen wereldkampioen worden. Mooi, hè? Ja. Ja, maar dan weet je dus ook, dat is een andere term
voor ik weet hoe afhankelijk ik ben van mijn materiaal. Ja, wat ook leuk is, is dat men dus eerder dit jaar Toto Wolff zegt, we stoppen met updates. En dat gaat om, de auto gaat naar 2022, we focussen ons. En volgens mij zijn ze nu heel blij met alle updates die gekomen zijn. Ja, waarbij, ook zo lachen, waarbij ik aan moet merken dat ik denk ook niet, ik denk wel dat hij de waarheid gesproken heeft. Hè. Ze hebben maar één, dat alles wat er is, dat dat al in de pijplijn zat. Ja, zo. En ze hebben één update gehad voor Silverstone. Nou, dat scheelde ook wat. Maar ik denk vooral dat ze NA niet weten waarom ze zoveel beter gaan. Kan ook zijn dat de Red Bull minder, dat die ook iets verkeerd gedaan hebben. En dat het gewoon ook een kwestie is van beter begrijpen hoe je de auto, de nieuwe auto moet afstellen. Uiteindelijk hebben ze veel minder test gehad. Hè. Normaal kan je wat leren tijdens. Nu hebben ze tijdens de races. Maar ik, je weet, ik ben niet zo'n fan. Van updates. Maar ik geloof ook niet dat zij constant. Ik geloof wel dat Wolff daar de waarheid gesproken. Maar dat ze die auto beter begrijpen. Ja. Gaan we naar Amerika? Ja, ik verheug me enorm op het gezeur wat ik nu al aanzie komen over de hobbels. De MotoGP-mannen hebben gezegd, wij willen daar niet meer rijden als het niet gaat veranderen. Nou zegt Michael Masi, ja, maar de MotoGP-rijders die klagen over een gedeelte van het circuit waar wij niet over geklaagd hebben, want wij hebben een ander gedeelte van het circuit weer laten herasfalteren. Nou, ik zit al te wachten. Kees, ik zit alweer helemaal glimlachend. Van, kom maar op jongens met die hobbels. Maar ja, die hobbels liggen er volgens mij voor iedereen hoor. Die liggen er voor iedereen, maar dat is ook dan weer een oude koeien uit de sloot halen. Ja. Die auto's die zijn zo geconstrueerd dat je daar inderdaad problemen mee kan krijgen. Want die auto's functioneren eigenlijk het beste op een biljartlaken. Ja. En niet zoals de auto van jou en van mij ook over keitjes moeten rijden. Verkeersdrempels. Ja, oké. Okay. Maar we gaan het zien. Het is alleen maar speculeren. En dat is met zoveel dingen speculeren. Even een zijstapje. Zondag sprak ik nog iemand. En die zei, joh, maar eigenlijk was dat die Grand Prix op Zandvoort toch fantastisch geregeld met het verkeer. Ja. Maar van die positieve dingen hoor je nooit wat. Nee. Nou, en nu is dat ook weer nu. Er is nog geen meter gereden, hè? Dat komt pas eind van deze week. En dan beginnen we alweer over hobbels. Nou, oh, we gaan. Nou, ik vind het heerlijk. We gaan het zien. Ja. En dan komt het ook weer. Nou, dan komt iemand die de schokdemper en de vering misschien wat beter onder controle heeft. En ze, nou, en dan zien we wel. Ja. Het kan een factor worden. Ja, overigens zei ook iemand tegen mij, en dat ook over zijstapjes gesproken, dit jaar. Die hobbels, daar kun je nog wel mee leven. Maar volgend jaar met de lagere banden, de hogere, de grotere velgen, wordt het twee keer zo erg. Klopt dat? Theoretisch klopt dat, maar dat zien we dan ook wel. Dat zien we wel en weer, overigens, die motorfietsmannen hebben allemaal daar staan schreeuwen. En het is niks en dit en dat. En ik geloof twee zeiden ze, we rijden niet. Okay. Maar uiteindelijk heeft iedereen gereden. En een gave race. Nou, en ik vind nog steeds, Kees, dat laatste willen we hebben. Ja, en ik vind nog steeds, die mensen moeten niet zeiken. Ja, dan meen ik echt ook die MotoGP-mannen. Je hoeft niet vol gas over die hobbels, hè? Nou, genoeg gezegd. Toch? Ja, nee, helemaal waar. Maar we gaan wel door over Amerika. Ja. Want het ziet er toch naar uit dat er nog een Grand Prix komt. En dat toch ook Andretti wel serieus een van die teams gaat overnemen. Nou, dus laten we dat even scheiden, het ene en het andere. Ja, ik weet niet of je het moet scheiden, Kees. Want je hebt dan natuurlijk Haas en Andretti, twee teams. Dan een Amerikaanse eigenaar. Ja, ik bedoel, de interesse wordt gewoon groter en groter. Nou ja, als je over eigenaar spreekt, het komt natuurlijk vooral dat we een Amerikaanse eigenaar van de serie hebben. Ja. De FIA claimt dan wel dat het van hun is, maar de FIA mag dan wat aan de regeltjes doen. Maar het is natuurlijk nu gewoon een Amerikaans bedrijf, de Formule 1 bedrijf bedoel ik, wat in bezit is van een mediaconcern. Ja. En die hebben alle belang erbij om in zo'n enorm bevolkingsgebied meer dan één of sowieso aanwezig te zijn. Hè? Want wat ik net bij de introductie zei, Amerika heeft nooit echt warm gelopen voor Grand Prix. Ja, eigenlijk alleen Watkins Glen. Watkins Glen. Maar dat was ook Watkins Glen, omdat daar veel Europeanen in die buurt woonden. Ja, maar ik wilde net zeggen, ik heb aan de andere kant van de Verenigde Staten ook bijvoorbeeld Phoenix meegemaakt. Nou ja, daar was de lokale, hoe noem je dat, antiekmarkt op zondagmorgen drukker bezocht
dan de race. Ik weet dat mijn goede vriend Johnny Herbert kwam daar rijden. En daar vroegen ze aan of hij voor de plaatselijke struisvogelrace kwam. Nou, precies. Dus, nou, zo heb ik dat ook ervaren. Ja. Zo, maar, en er zijn natuurlijk allerlei pogingen gedaan. Hè. Daarom is het interessant ook. We hebben, een van die pogingen was Las Vegas. Hè, op een parkeerplaats. En het schijnt nu dat men daar weer in de toekomst naartoe wil. Nou ja, dat parkeerplaatsen, dat gaan ze ook in Miami doen volgens mij. Ja, ik geloof dat ze van die parkeerplaats dan wel een soort circuit willen maken. Ja. Maar natuurlijk, Caesars Palace was echt de parkeerplaats. Ja. Maar ook, het is ook prima, hè? Als het daar aanslaat, dat is ook prima. Waarbij ik dan weet niet helemaal of de Amerikaan op deze vorm zit te wachten. Alhoewel natuurlijk we wel tegenwoordig wat meer safety cars zien en dat soort dingen waar je een klein vraagteken. En je kan er gewoon zeggen van we doen bij jullie vast een kwalificatierace, want dat, die Amerikanen houden van actie. Nou ja, bijvoorbeeld die sprintrace, die past helemaal in het Amerikaanse sportdenken, want dat is kort, daarna kan je je popcorn gaan halen en dat soort dingen. Maar we gaan het zien, maar ik vind het dan wel jammer, prima als ze zoveel komen. Maar ik blijf erbij dat we dan ook naar bijvoorbeeld nog steeds Afrika moeten kijken. Ja. Want vergeet één ding niet, hè. We hebben altijd een machtige Grand Prix in Zuid-Afrika gehad. Maar Zuid-Afrika had zelfs een eigen Formule 1 kampioenschap. En dan een paar landen om Zuid-Afrika heen werd ook volop gereest. Dus, en het is natuurlijk ook een continent wat bij de wereld hoort. Dus als je echt een wereldkampioenschap, dan zou ik toch eerder hopen dat we naar Zuid-Afrika gaan, of een ander Afrikaans land, maar in ieder geval op het Afrikaanse gedeelte, dan een vierde of vijfde race in de Verenigde Staten. Ja, en terwijl we erover praten, mogen we toch ook Zac Brown niet vergeten in dit hele verhaal. Want Zac Brown, hè, de commerciële man, zeg maar, de baas bij McLaren zeker, die ook een IndyCar team heeft, die Beto Ward, die daar een wedstrijd gewonnen heeft, laat testen in de Formule 1 auto als prijs van het winnen van een IndyCar wedstrijd. Dat die hele kruisbestuiving, daar doet hij ook enorm goed aan mee. Hè? Ja, en dan komen we bij het volgende, dus het Andretti verhaal. Maar het zal natuurlijk heel belangrijk zijn, net zo goed als dat voor Nederland, voor de Nederlandse Grand Prix, maar ook voor het volgen van Formule 1, belangrijk is dat er een Amerikaanse rijder komt die ook mee kan komen. Ja. Want een Amerikaan zit ook niet op te wachten, net als de Nederlander niet, zit niet te wachten. Maar dat is toch wat Gene Haas ooit zei, dat hij zei, jongens, je kan wel een Amerikaan, kan die Alexander Rossi wel in motor zetten, maar dan rijdt hij achteraan, wat wil hij, dan kan hij beter in die car gaan rijden. Ja, maar dat is correct. Dus we moeten iemand hebben die meedoet. Colton Herta. Dat is misschien ook de link met Andretti, dus... Maar dan niet in 22, dat zal wel 3-24 worden. Ik denk wel dat er meer aan de hand is dan dat we op het eerste gezicht denk ik denken. Veel meer aan de hand is het feit dat die tweede rijder wordt maar uitgesteld bij Alfa Romeo, uitgesteld. Ik denk dat daar ook mee te maken heeft hoor. Dat zou best kunnen, maar even nog dan. Dus ik heb niet alleen die rijder moet meekunnen, maar die rijder heeft natuurlijk ook een auto nodig die mee kan komen. He, dus ja. Het zomaar even opkopen. Als het, kan die beter McLaren kopen. Nou ja, dat kan die veel beter doen. Dan zorgen dat daar een Amerikaan in komt te zitten. Ja, absoluut. Volgend jaar 8 testdagen. Jee. He. We gaan weer rond. Ja, dat zijn er eigenlijk nog te weinig. Ja. Maar het is begint weer ergens op te lijken. Het begint weer ergens op te lijken. En wat ik eerder zei, Mercedes heeft waarschijnlijk moeten leren, want de testtijd was veel te kort voor dit seizoen. He, kan je ook zeggen, ja, dat is voor iedereen gelijk. Nou ja, maar als je dan net iets beter in de winter op de tekentafel gedaan hebt. Maar dat is een goede stap. En moet er bij mij niet aankomen over die kosten. Want als ze nu op het circuit testen, dat is net zo duur of goedkoop, hoe je het wil noemen, dan die indoor test. He, je hebt dan een paar onderdelen die wat minder slijten. Maar in die wereld speelt een 100.000... euro, dollar, niet zoveel rol. Het was volgens mij 1000 euro de kilometer testen. Ja, nou dat is niet erg. Maar... Nee, dat is wat het kost. Ja, nee, maar als je dus 3 dagen test en je test zeg 2000 kilometer, kost het 2 miljoen. Maar ik denk als jij gaat uitrekenen wat het kost met al die computers en al die mensen. Exact. Geef je ook veel geld uit.
Precies. Dus, maar in ieder geval een goede stap. Ja. Heel goed. Er waren een hoop mensen die over de pole position. Wie heeft pole position? Is hij nou voor Hamilton in Turkije of voor Bottas? En wij moeten niet zo zeuren, want het reglement zegt toch gewoon, dat kan allemaal waar zijn. In principe is natuurlijk de term pole position een hele oude, komt uit de paardensport, uit Engeland. Degene die op pole position stond, die stond het dichtst bij de paal aan de binnenkant. Nou, daar is het uiteindelijk uit voorgekomen. Wat wij vinden, als hij het niet met me eens is, dan mag je inbreken. Of je nou als eerste start of als tweede, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Als je mag best zeggen, ik start vanaf pole op de zondag. Want degene die het snelste was, die start achteraan. Alleen voor die historici onder ons en voor de boeken vind ik eigenlijk dat degene die het allersnelste is in de kwalificatie, die moet in de boeken als pole position houder staan. En wie er dan uiteindelijk start, zal mijn worst wezen. Mag ik nog inbreken? Jij mag hartstikke inbreken. Ik ben het helemaal mee eens. Ja, en over dat zeuren gesproken, ik ben dan ook blij. Wij hebben dat al langer geleden aangekaart, hè, na Silverstone. En nu zijn er veel meer mensen in Formule 1, ook rijders, die dat aankaarten en zeggen, dit klopt niet. Nee. En het reglement schrijft dat voor, dus geheel juist hoe dat nu opgeschreven staat. Maar ik vind dat niet correct. Ik vind dat de snelste man, wanneer het om de snelste tijd gaat, dus zeg maar in de kwalificatietraining, de snelste man moet de boeken ingaan als de pole position. De pole position, in mijn woorden, de snelste man. Ja. En niet dat dan iemand die titel krijgt omdat hij tweede, derde of vierde was. Of negende, hè? Of negende. In het eerste geval. Ja. Ja, dat. Zo, dus. Maar dat is mijn mening. Ja. En ik ben blij dat ook rijders nu die mening volgen. Dus ik vind niet dat dat zeur is. Maar iemand die zegt, het reglement schrijft het voor. Ja, dat is akkoord. Dat is ook zo. Ja. Maar het reglement is fout. Ja. Wat ook, denk ik, wat die Zhou fout vindt, is dat we niet naar China gaan volgend jaar. Want dan hebben we eindelijk een Chinees die kans maakt, die heel dichtbij is volgens velen. En dan is er weer geen Grand Prix in China. Aan de ene kant zeg ik, dat is een goede beslissing. Ja. Want daar is heel veel onduidelijkheid vanwege corona. Ja. Dus dat is een goede beslissing. Aan de andere kant vind ik het ook een beetje een vreemde beslissing. Dus er zal wel wat meer op de achtergrond spelen. Want op de kalender staan ook landen waar, laat ik zeggen, de coronavirus ook nog niet helemaal onder controle is. Nee, Brazilië. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, dus, ik zou zeggen, dan heb je ook niet wat we dit jaar, gaan we daarheen. Dus we weten, we gaan niet naar China toe. Nee. Zo. Het enige wat je natuurlijk met China hebt, is dat ze daar gewoon een week van tevoren kunnen zeggen, oh jongens, we gooien alles op slot. Of nog erger, als je daar bent met z'n allen, we gooien alles op slot en niemand komt land meer uit. Dat klopt, maar die onzekerheid heb je natuurlijk ook bij een paar andere landen. Dus er zullen wel een paar dingen meespelen, want hetzelfde is, men wil naar Amerika en nog een race erbij doen. Hè, de akkoord, want er is enorm veel potentieel bij het publiek, maar in China natuurlijk ook, hè, met die mensenmassa. Dus er zal wel iets waarschijnlijk ook met geld te maken hebben. Oh, over geld gesproken. 2 miljard investeert Ineos in Saudi-Arabië. Saudi-Arabië, een land waar heel veel ook geïnvesteerd wordt in alternatieve energie, zo raar als dat klinkt, zijn er enorm bezig met waterstof. Ze willen de grootste waterstofproducent ter wereld worden. Nou, ze zijn ongeveer de grootste olieproducent, dus daar is nogal een omslag. Aramco, dat is het staatsoliebedrijf, zeg maar, wordt sponsor van Mercedes. Dat is de gedachte. Ik weet niet of dat definitief is. Nee, dat is de gedachte. Dat die dan Petronas gaan vervangen. Ja. Nou ja, goed, iedereen mag een mening daarover hebben. En ik heb mijn mening daarover. Ja, maar ik vraag me dan af hoe Lewis Hamilton wakker wordt als hij dat nieuws hoort. Ja, want kijk, ik heb een mening daarover en die mening wil ik ook graag vasthouden. Maar ik weet niet hoe Hamilton dat gaat rijmen. Nee. Met zijn gedachten. Voorzichtig zijn. Ja, met zijn gedachten, ja. En het regime.
hoe dat daar allemaal toe gaat. Ja, ja nou ja, ik vind het een fantastisch land. En ik heb er, ik moet je heel eerlijk zeggen, er zullen ongetwijfeld dingen zijn die naar onze westerse maatstaven ouderwets zijn. En van heel lang ouderwets zijn. Aan de andere kant, ja, ze zijn ook bezig om dingen te veranderen. Maar kijk, ik respecteer dat. Jij bent er ook geweest en jij hebt gezegd, het is daar prima en hartstikke goed. Nou, dat respecteer ik. Dat is jouw mening. Maar dan moet je ook die mening vasthouden. Ja, dat doe ik ook. Zo. Nee, dat doe je ook. Maar Hamilton heeft ook een mening. Ja. Zo, dan moet hij dat ook vasthouden. Ja. En dat vind ik moeilijk te rijmen. Ja. Maar iedereen moet je respecteren. Goed zo. We gaan het over nog leukere dingen hebben. Oh. Want ik heb een foto. En ik, niet zo'n verrassing als vorige keer, hoop ik. Nee, deze ga jij ook leuk vinden. Okay. En dat komt, Kees, omdat ik een berichtje voorbij zag komen wat ik zo gaaf vond. En toen dacht ik, daar moet ik een foto van vinden. En dan heb ik deze foto gevonden. En het zijn twee Formule Ford auto's. En ik zal je helpen. De voorste is Rick Morris. Ja, en de achter is Roberto Moreno. Ja, en de wil jij zeggen waarom we die foto hebben? Ja, die foto is leuk. Maar dan ga ik eerst wat zeggen wat jij niet verwacht. Het is leuk omdat Rick Morris, die is in de 70 ja. En race nog steeds. Met Formule Ford. Met Formule Ford. Hè. Ja. Dus, en dat was een grootheid in de Formule Ford. Verder geen carrière opgebouwd. Maar Rick Morris is zo'n mooie vent. Die heeft tegen vanaf Roberto tot en met verder, na Senna nog mensen verslagen in de Formule Ford. Ja. Maar ook alleen maar Formule Ford. Alleen maar Formule Ford. Alleen maar Formule Ford 1600. Ja. Hartstikke mooi. Nou, en het andere, en daar doe jij op. Is natuurlijk een vriend van mij, Roberto Moreno, een man die bijna voor iedereen in Formule 1 gereden heeft. Maar die gaat 41 jaar nadat hij het Formule Ford Festival gereden heeft, Inne van Diemen met zijn originele monteur Mickey, en vertaald in Nederlands de Grote Muil. Ja. Hè, want dat was zijn bijnaam in Engeland. Gaat hij weer onder toezicht van Ralph Furman, de Van Diemen baas of eigenaar, gaat hij weer meedoen aan het festival. Ja, mooi toch? Ja, dat is schitterend. En het festival, ja, de mensen, Kees en ik zijn wat ouder. Kees en ik komen uit een tijd, toen was het Formule Ford Festival. Laatste weekend van oktober, trouwens net als nu, laatste weekend van oktober. Daar moest je zijn, 8 heats, 25, 30 auto's per heat. En uiteindelijk had je één finale met 24 auto's, 26 auto's. En als je in de finale was, nou dan had je al heel wat bereikt overigens. Maar daar moest je zijn. Als je dat won, ja dan ging je carrière maken. Dat ging je zeker. Hè? Daarom mogen we wel even Gerrit Verkouwen noemen, die dat gewonnen heeft. Als eerste Nederlander. Als eerste Nederlander. In nog te groot waren, we spraken over een veld in die tijd van 100 plus, hè? Om je te kwalificeren. Ik had de eerste keer dat ik erheen ging, ik had startnummer 258 of zo. Ja. Dat ging helemaal nergens dus, over. Dus die tijden zijn vervlogen. Maar het is natuurlijk prachtig. En als de reisbeperkingen... Ga je erheen? Ik wil erheen, maar op het moment zijn de reisbeperkingen nog niet helemaal duidelijk. Maar of die zijn er nog beperkingen. Maar anders ga ik kijken, want hij stuurde mij natuurlijk ook uit Amerika, waar hij nu woont. Een berichtje van ik rij daar, kom je. En dit vind ik geweldig. En het is overigens de 50ste keer, hè, van het festival. Ja, het is fantastisch. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik zit net als jij. Ik zou dolgraag even willen gaan. Ik heb een andere excuus dat ik niet mag. Want wij hebben dit weekend Extreme E op RTL 7. Dat vanaf Sardinië. Dus helaas mag ik niet naar het festival. Maar ja, deze foto... Een goede foto en ik wist daar tenminste wat van. Goed, hè? Kees, we hebben een kijkersvraag van Aart Hennekes. En die zegt, waarom zijn er tegenwoordig zo weinig uitvallers? Zelfs nauwelijks onderbrekingen door een safety car. Ja, dat is wel heel apart. Dat Turkije, viel mij op, was niet de makkelijkste omstandigheden. Iedereen aan de finish. Nee, even twee dingen. Dus met die safety car, daar hebben we natuurlijk aan het begin van het seizoen, was het wel anders. Hè? Er was bijna iedere race wel twee safety cars erin. Of dat nu gekomen is dat ze het toch te ver-Amerikaans vonden en minder. Of dat er wat redelijker, fatsoenlijker gereden wordt. Dat weet ik niet. Maar het is een feit dat het van veel naar bijna nul gegaan is. Het andere over het uitvallen. Dat is natuurlijk de verdienste van de FIA en van Jean Todt. Die reglementen zo aangescherpt hebben. Dat de motoren en de versnellingsbakken, of eigenlijk de hele auto,
zo goed geconstrueerd zijn dat uitval haast niet voorkomt. Maar bedenk ook... En we zitten ook, ik geloof nu bijna 10 jaar met hetzelfde motorreglement, dus mag ook wel een keer. Ja, maar dat zat maar vroeger ook. Hè? Maar vroeger had je dan dat er veel motoren gewist en dan ging er ook nog wel eens wat kapot. Hè? En niet zo lang als 2003, niet zo lang geleden, 17 jaar, 18 jaar. Maar in ieder geval, daar werd nog het kampioenschap ook beslist, omdat één rijder de motor opblies. Ja. Maar dat zie je zelden tot nooit. Hè. Het zijn vaak nog accessoires, hè. Vandaar ook die wissels bij Hamilton en ook Verstappen. Maar dat is een verdienste van het reglement. Zou het er ook mee te maken kunnen hebben dat we eigenlijk niet de hele race altijd 100% kunnen rijden? Dat heeft er zeker mee te maken. En het heeft natuurlijk ook mee te maken met dat je een aantal dingen niet meer fout kan doen. Hè. Want vroeger was het natuurlijk ook met de hand echt nog roeren in die versnellingsbak, dat je wel eens misschakelt en die motor... En dan, ging je van 3 naar 4 en dan zat hij toch in 2, hè? Zo, dat soort dingen. Dus, maar het is allemaal veel beter geworden. En nog dat compliment verdiensten van de regelgever. En daar komt dat door. Ja, ik heb hier een vraag van P.J. Willemsen. Die zegt, zijn jullie voor of tegen DRS? Nou, ik ben tegen! Ja, dat ik tegen ben is niets nieuws. Dat roepen. Ik vind dat de meest onsportieve regelgeving in Formule 1, ja, of eigenlijk in autoracen, want Formule 3 die hebben dat ook. Nee, vind ik bizar, want het autoracen is voor de man die voorop ligt verdedigen. Die moet de deur niet openzetten. En de man die daarachter zit, die moet maar die voorligger op het verkeerde been zetten of laten remmen en het gat induiken. Hè, wat hij eventueel doet. Nou, en nu weet je, als ik erachter zit, dan moet ik wel een kanttekening bij plaatsen. Maar ga ik er voorbij, is er niet te verdedigen. Dat kan je 1 keer doen door een beetje te bewegen. Maar in principe, dus ik vind dat heeft een deel van wat autorace is weggenomen. Overigens wel even een punt, dat over Red Bull Mercedes, dat de Red Bull met klep open nog niet zo snel was dan de Mercedes met de klep dicht. Ja, dus maar ja, in ieder geval, dat is één ding. Het belangrijkste vind ik, en dan kun je ook van DRS af, dat hebben we in Turkije gezien, dan blijf ik zeggen, maak de remweg 2 keer zo lang, 3 keer zo lang en je hebt geen DRS meer nodig. Nou, dat is een goed punt. Je zag hoe spannend de race en hoe goed de rijders moesten rijden. Ja. Zonder DRS, er was minder grip. En dan wordt het veel spannender, dus zorg er nou voor dat er minder grip is. En dat de rijder nog meer, of eigenlijk veel meer, de man is die bepaalt. En schaft dit af. Ja. Maar dit was uitgebreid, maar ik ben dus heel duidelijk een fel tegenstander van DRS. Heb je vragen? Zet ze in de comments. En dan, als we tijd hebben, komen we erop terug. Amerika, Austin, Texas, wat kunnen we verwachten? Als je traditioneel kijkt, en dan denk ik meteen aan de reclames, resultaten uit het verleden hebben geen garantie voor de toekomst. Zou het een Mercedes-baantje moeten zijn, Kees? Dat zijn de resultaten, maar het feit is ook dat op moment eventjes, zeg maar sinds Silverstone, Mercedes ook wel een voorsprongetje heeft. En ik moet duiden dat de grote kanshebber toch Hamilton is. En als Bottas diezelfde vorm vasthoudt, wordt die tweede. En dan heeft Verstappen daar nog een hele klus. Maar misschien heb jij gelijk en is het de terugkomst van Adrian Newey. En laat Max ons juichen. Ja, maar het gaat wel tussen Mercedes en Red Bull. Natuurlijk. En uiteindelijk hoop ik dat gewoon Perez weer een beetje gewoon in de buurt zit. Dat je ook een beetje kan helpen. Ja, maar daar heb je ook het punt. Wat je zei, ja, er zat maar een paar tienden tussen Gasly en Verstappen. Perez was ook dichtbij, dus er was duidelijk ook iets met Verstappen, met zijn auto. Niet zo waardoor die, want normaal moet hij gewoon beter zijn. Ja, toch? Zo, nou ja, dat gaan we zien. En dan komt nu deze factor komt erbij, wie gaat het beste met de hobbeligheid van het circuit om? Ja. Gaan we McLaren daar zien? Nou, we gaan ze zeker zien, ja, het oranje. Maar een beetje vooraan zien. Ja, top 10, maar ik geloof niet dat hij een rol van... Nee,
rol van... Of voor de... Voor podium niet? Ligt aan Bottas. Oké, en aan Perez. Of ligt vooral aan Bottas? Ja, ik wil zeggen, dat ligt vooral aan Bottas. Ja, dat is apart, hè? Want McLaren, een beetje het seizoen wat op en neer gaat... hebben twee, ja, vrolijke rijders, laat ik het zo zeggen. Twee jongens die, als je ze op het eerste gezicht tegenkomt... gewoon makkelijk in het leven staan. Ricciardo altijd lachend. Zo is dat ze wel eens denken dat die man niet serieus is. En ook Lando Norris, die eigenlijk happy-go-lucky door het leven gaat. Maar die heeft toch gezegd dat hij aan het begin van zijn carrière... depressies, mentale problemen... Ja, A, verbaast me dat, want ik had niet verwacht. En B, zouden we daar misschien wat meer op moeten letten, Kees? Nou, of hoe zouden we daar überhaupt meer op moeten gaan? Ik zie niet in waarom ik daar of wij daar op moeten letten... Ik denk dat... Dat is iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat niet alleen, maar misschien ook van het team. Maar ik verbaas mij... Nou, het is moedig dat hij dat naar buiten brengt. Ja. Maar ik zou toch denken dat het team daar ook dan een begeleider... Hè? Ik wil niet, misschien wel een psycholoog, weet nou, ik heb erover na zitten denken een tijdje... want het is natuurlijk meer sporten zo. Hè? Dat er sporters zijn die zeggen dat ze met depressiviteit en... Maar het is ook een hele moeilijke scheidslijn tussen... Ja, je ziet het als sporter soms wel eens niet meer zitten. Als het allemaal tegen zit, dan zie je... Akkoord, en ben je dan meteen depressief? Of zie je het gewoon een dagje niet zitten? Dat zijn natuurlijk... Ja, maar akkoord, en ik ben geen arts, hè? Nee, maar akkoord, maar dan is het toch belangrijk dat je in je staf... Hè, dan moet je niet alleen een man hebben die alles weet van luchtstroom... maar ook van het menselijke. Hè, ik heb... pas een interessant boek over Louis van Gaal gelezen. Nou, die kijkt daar ook allemaal naar. En ik zou me toch voorstellen, in deze zo commerciële sport, dat je daar ook iets aan doet. En ik vind het moedig dat Norris daarmee naar buiten komt. Ja. Maar ik denk, dat is iets interns wat ze al lang hadden moeten regelen. Ook de begeleiding. Maar je hoort ook heel veel van sporters, wat jij aanhaalt, dat ze helemaal niet begeleid worden. Nee. Zo, en dat is natuurlijk ja, veel. En dan ligt het per persoon. Ik kan me voorstellen dat Verstappen op een andere manier begeleiden, dat hij daar niet zoveel last van heeft. Nou nee, maar dat is natuurlijk, hè, dat is hetzelfde met coaches. De ene heeft een coach nodig, de andere heeft een coach nodig die af en toe een arm om je heen legt. Hè, iemand anders heeft een coach nodig die hem precies vertelt wat hij moet doen. Hè, ieder mens is anders. Precies. En daar moet je dan als team voor zorgen dat je iemand... Ik bedoel, niet iedereen is gecharmeerd van, als rijder van de aanpak van Frans Tost. Nee. Weet je, dat, nou, en dan kan ik me voorstellen dat je dan beter ook in je team iemand kan hebben. En die zegt, joh, laten we eens naar de menselijke kant kijken. Ja, over menselijke kanten gesproken, Sebastian Vettel. Die is veel in het nieuws de laatste tijd. Het begon in Silverstone met het opruimen van de tribunes, wat volgens velen een PR-stunt was. Aan de andere kant denk ik dat die man wel echt begaan is met een heleboel dingen. En hij zegt, de Formule 1 moet veranderen. Want als ze zo doorgaan, dan wordt het overbodig. Nou, ja. Daar heeft hij absoluut een punt. Hij spreekt zich uit. Ja. Ik vind dat ook prima dat hij dat durft. Want de meesten worden allemaal ingefluisterd door PR-mannen of vrouwen. En hij zegt... Het is natuurlijk niet zo positief wat hij zegt. Ik bedoel wel voor het milieu, ja. Voor de wereld, maar niet zo positief voor Formule. Maar ik vind dat hij echt een punt heeft. En bijvoorbeeld, dat staat me heel goed aan, is hij heeft gezegd ook, die motor die we hebben, die is totaal niet relevant. Nee. Nou, dat vind ik ook, dat vind ik al jaren. Hij zegt, de maatschappij, de wereld, is er niks mee opgeschoten. Zo. En nu gaan we weer naar eigenlijk hetzelfde concept. En daar moest ik dan aan denken, nadat ik dat ook las wat hij gezegd heeft. Dan denk ik, aan de andere kant lees ik dat de plannen van onze Nederlander Timmermans... is het zo dat we in 2030, waarbij andere landen 2035... geen fossiele brandstofmotoren meer gaan verkopen. Auto's met die motoren. Nou, wat is dan... En het reglement van de motoren gaat pas op zijn vroegst in 26 in. Ja. Ja, dus in het slechtste geval voor 4 jaar. Ja, wat is dan de zin daarvan? Dus ik deel zijn mening. Ja. En ik vind dat ook heel mooi dat iemand zich daarover uitspreekt en zich niet
laat begrenzen door PR-activiteiten. Ja, dat is gewoon zijn mening. Zijn mening. En, ja. En ja. Ik geloof ook oprechte mening. Ja. Overigens zijn die plannen van die Timmermans geloof ik nog niet helemaal... Daar is niet iedereen het mee eens, geloof ik, dat het allemaal... Ja, daar gaat het niet om. Ik zeg, je moet iemand respecteren en dat zijn plannen. Maar als die het leeft, hè, ik zeg ook met nadruk 230, 235, dat weet ook niemand precies. Zou ook 240 kunnen worden. Maar waarom je dan toch weer met dezelfde soort motoren, waar ook autofabrikanten het mee eens zijn, hè, eigenlijk niet relevant zijn voor de auto op de straat. Waarom ga je dan zo'n reglement? Waarom denk je dan niet verder en neemt Formule 1 niet de leiding? In van, we gaan dit of dit of dit doen. Precies. Ja, maar dan moet je wel weten welke kant je op gaat. Ja, dus visie. Ja. En ja. Hoe was het synthetische brandstof? Zit er aan te komen, Kees? Ja, zit er aan te komen, maar veel te laat natuurlijk. Ik bedoel, het is er. Ja. Het is er, maar die is waarschijnlijk niet zo geschikt dan voor deze... motoren, maar de synthetische brandstof, die is er. Maar, zo, en nu als gaan jij we naar... zegt, die is niet zo geschikt voor die motoren, dat kan allemaal waar zijn. Maar als je nou, waarom zeg je niet gewoon, dit is jouw brandstof, veel plezier ermee. Exact, maar ik zeg niet, die is niet geschikt. Ik zeg, die is waarschijnlijk niet geschikt voor wat men dan lobbyt. Hè? Maar waarom gaan we nu, we gaan dan naar E10. Maar dat is het toch allemaal al? Ja. Zo, dus wat is nou het vooruitstrevende, wat toch een beetje... Kijk, Formule 1 moet natuurlijk ten eerste dat rijderskampioenschap zijn. Maar dat is niet helemaal, want je kan de beste rijder zijn. Maar zit je in een Haas, dan ga je nooit wereldkampioen worden. Maar Formule 1 is ook techniek. Maar techniek die ook relevantie moet hebben tot jou en mijn eindverbruiker, straatauto. Zo. En als ik op E10 moet rijden, ja, dan mag toch Formule 1 moet daar nu niet bij komen en dan... ook nog praten hebben van, ja, moeilijk en dit en dat. Dus voor mij auto is ook niet moeilijk geweest. Ja, moest wat aanpassingen, maar... Weet je wat moeilijk is? Nee. Top 3 voor Austin, Texas verzinnen. Ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Nou, laat ik dan toch maar zeggen dat Verstappen weer als een kampioen rijdt. Het wordt Hamilton, Verstappen, Bottas. Sluit ik me maar bij aan. Ja. Toch? Maar ik zet op deze uitslag geen kwartje. Daar sluit ik me aan. En ook dat ik geen kwartje zet. Vind je het leuk? Laat een duimpje achter. Heb je een vraag? Zet hem eronder. En volgende week kijken we terug naar de Grand Prix van Amerika. Maar we eindigen altijd met Kees. Ben ik er iets vergeten? Ik denk het wel. Oei. Ik denk het wel. Ik heb daar niet veel verstand van. Maar jij bent ook een tweewielerman. Jij crost. En ik denk dat er vast het een en ander... Ja, ik ben Jeffrey Herlings vergeten. Oei, Grand Prix van Spanje gewonnen. Uitgelopen in het wereldkampioenschap. Jeffrey Herlings, de Bullet, op weg naar het wereldkampioenschap. Het is oh zo spannend. Het is oh zo gaaf. Ja. En we hebben nog een wereldkampioen. En we hebben nog een wereldkampioen. Team van Tecate uit Nieuw-Leuzen is al wereldkampioen. Supersport 600 geworden met de Zwitser Eggeter in Argentinië. Zijn ze dat geworden. En dat is niet de eerste keer, niet de laatste keer. Ze waren ooit het fabrieksteam van Honda. Ze werden aan de kant gezet, hebben Yamaha's gekocht en ze doen het gewoon weer. Jongens, bij Tecate top gedaan. En nu, tot volgende week.